Beste leutjes, dit is dus het, zoals we zien, nogmaals. Door deze deur kwam ik naar binnen. Ik wou er eigenlijk helemaal niet in. Ik had twee dozen ingepakt, één met mijn dossierstuk en één met mijn kleding. En toen kreeg ik te horen dat ik opeens maar één doos meer mocht nemen, heel apart. En ik had niet, wist niet hoe mijn zaken gingen lopen. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen is dat dit dus het Nederlandse oplichtingscentrum is, der kwakzalverijen en oplichting. Dat gewoon een heksenjacht bedrijft. Wat trouwens heel lucratief is, want dit is het duurste hotel van Nederland, het Pieter Baan oplichtingscentrum. Opgericht door een oplichter, Pieter Baan. En we gaan eens even kijken. Hallo. Hoezo niet filmen? Hallo, ik zou graag willen weten waarom jullie Pieter Baan oplichtingscentrum een heksjacht van kwakzalverij en oplichting pleegt jegens de betrokkenen hier. En waarom ik door jullie valse rapporten 2 jaar in detentie heb moeten zitten. Waarom is dat? Ja, meneer, van dat soort zaken weet ik niks af. Ik ben gewoon de portier. Ja. En ik zou u vragen schriftelijk stellen. Volgens mij heb ik de vragen schriftelijk gesteld, maar heb ik daar geen duidelijke antwoorden op gehad. Sterker nog, ik heb alle psychiaters hier aangeklaagd bij het Medisch Centraal Tuchtcollege. Waarom ontkennen ze de klachten? Ja, daar weet ik niets van, meneer. Daar weet u niets van? De portier. Ja, ik ben gewoon de portier. Maar normaal weten alle mensen hier wel allerlei verhalen te vertellen dat hier heel fantastisch is hier binnen. Maar goed, ik krijg geen antwoord. Ja, ik weet niet wat voor antwoord u van mij wil hebben. Ik zou graag de bevestiging willen dat jullie een heksjacht van kwakzalverij en oplichting jegens mij hebben gepleegd. En ook tegen heel veel andere betrokkenen, zogenaamde observandi. Waardoor ik 2 jaar in politieke gevangenschap heb gezeten. En dat de psychiatrie, als ook de diagnostic statistical manual, nummer 1 tot en met 5, dat dat gewoon een heksjacht van kwakzalverij is. Hetzelfde als het heksenboek van dokter Kramer. Oké, ja, ik weet er helemaal niets van. Ja? Maar als ik u was, zou ik toch nog een keer of bellen of even schriftelijk even op papier zetten. Oké, dat heb ik zelfs al gedaan bij het Centraal Medisch Tuchtcollege. Maar in ieder geval bedankt voor uw antwoorden. Dit is dus de reactie die je over het algemeen krijgt, maar het is niet alleen de portier die er niks van af weet. Ook de psychiaters weten er zogenaamd niets van af. En de psychologen ook niet, want mijn klachten bij het Centraal Medisch Tuchtcollege zijn verdedigd door nota bene advocaten. Ja, dan wordt het helemaal een mooie boel hier. En ik heb ook wraking uitgevoerd op het Centraal Medisch Tuchtcollege. Het jaarverslag komt nu deze maand dus uit. En we zullen zien wat er in het jaarverslag staat van het Centraal Medisch Tuchtcollege of deze kwakzalverij nog kan bestaan. Maar deze kwakzalverij en de DSM-5 moet ik zeggen, ik kan het altijd moeilijk uitspreken waar de afkorting voor staat, is gewoon oplichting en kwakzalverij en een bedreiging voor de vrijheid van allerlei mensen en gewoon eigenlijk een gereedschap van de Bilderberg-dictatuur New World Order als ze die in gang willen zetten. En als we al deze camera's hier zien en hoe hoog de parkeer kosten zijn hier in Utrecht, dan geloven we gelijk dat ze bezig zijn met een nieuw World Order systeem. Dus we gaan even verder. Maar dit was dus de reportage vanuit Den Haag voor vandaag.